Wij zijn poortwachters! Oh, je komt niet terug in je eigen fort. Het fort is overgenomen. Je hebt Chris vermoord. We willen dat jij nu drie paren hierheen brengt. En dat zou vergoeding zijn. Drie paren plus één ezel. Oké, Justin, dan gaan we 21 levels. Maar de plan B is ingezet. Dan gaat Rick ook dood. Nee! Ik wist het! Hey, hallo en welkom. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we wedergekeerd in Content Veen op ons prachtige kasteeltje. En met een hele mooie toorts op ons hoofd. Ik heb een leuke planning voor vandaag, maar voordat ik dat allemaal ga vertellen, wil ik jullie heel even laten zien dat ik buiten de opnamesom heel veel cobblestone heb vervangen voor normaal steen. Het heeft echt heel lang geduurd. Dat is ook precies wat ik had beloofd in de vorige episode, dus ik dacht, hey, laten we dat dan ook gelijk doen. Ik zit hier samen met Dikkie Dik en... Karel? I don't know. Hallo, Karel. Je stinkt! Ik wil naar buiten hoe lang hangt deze er al? Deze moet sowieso hier net hangen. Welke loser heeft dit gedaan? Maar leuk dat jullie er allemaal zijn, jongens. Like even. We gaan voor 3000... Bij 3000 likes val ik Kingdom Forden aan. En ga ik ze allemaal doodmaken. Oh ja, en abonneer even. Reageer dat je bent geabonneerd. Dan geef ik jouw reactie een prachtig hartje. Goed, nu al het reclamepraatje en weet ik wat voor onzin uit de weg is. Kunnen we even... Ik heb koekjes gekregen. Nou, die heb ik van René gekregen volgens mij. Dankjewel René voor de lekkere koekjes. Maar ik heb ook heel veel cobblestone. Ik heb weer een beetje normaal steen hier. Ik heb nog wat hout. En ik heb volgens mij hier ook nog normaal steen liggen. Juist. Dit is een hele goede toei, jongens. Dan heb ik, als ik het zo zie... heel veel steen hier liggen. Laat ik het begin van deze episode gelijk even ons muurtje hier afmaken. En daarna denk ik gelijk wat stallen maken hier. Want ik wil heel graag paarden. De Elytra's zijn nog niet in de game. Althans, we hebben nog geen Elytra's. En daardoor lijkt het me gewoon leuk om met paarden naar Kingdom Forden te gaan en aanvallen. Dus 1, 2, Hatsenvlee. En 3, 4, haar op je bier? Geen idee, let's go! Dat kostte me in totaal ongeveer een kwartiertje en nu is het ook gewoon klaar. Het is beide kanten helemaal opgevuld zoals ik wilde. Dus nu is het daadwerkelijk een stukje muur hier, waardoor je gewoon gelijk die toren inkomt. En kijk, hieronder, oh, het ziet er toch netjes uit, jongens. Ik twijfel nog om wellicht een beetje dingen zoals dit eraan toe te voegen, zodat het misschien nog een beetje extra diepte heeft. En oh my, deze ziet er goed uit. De twijfel is overgegaan op een keuze. Ik weet... Oh, maar hier... Oh, hier twijfel ik wel weer. Hier doe ik het maar zo. Kijk, want het... I don't know. Hier is het omdat het weer zo laag is en het raakt het anders aan, weet je. Misschien kan ik beter slabs doen hier. Nee. Wat nou? Wat? Walls. Ja, laat ik gewoon walls plaatsen. Oeh, dat geeft een beetje iets anders dan sterst de hele tijd. Uiteindelijk interesseert het jullie helemaal niet of hoe ik er nou over zit te brabbelen wat ik mooier vind. Dus laat ik het maar gewoon maken en laat ik het zien aan jullie na afloop. Laat ik even snel een pad hier aan toevoegen. Een plekje waar ik de stallen kan maken. En dan mogelijk even een paard gaan zoeken. Maar ik denk dat ik beter dan kan gaan onderhandelen bij Kingdom Forden. Dus we maken pad, creëren een plekje en dan gaan we richting Kingdom Forden. Oh nee, ik was oh nee. Ik hoor het al. Ik hoor voetstappen en ik denk gelijk, nee. Godverd. Uit mijn huis. Weg. Hallo. Hey. Gezellig jullie zo in ja. Kingdom content. Ja, weet welkom. Ik. Maar we zijn hier niet voor leuke dingen. We zijn hier voor serieuze business. Oh, zeg het eens. We gaan Chris terughalen. Ja. Maar ik wilde net een paard regelen via Kingdom Forden. Dus misschien kunnen we dan Chris hierin brengen? Huh? Ja. Maar ze mogen het niet doorhebben. Maar zij komen, zijn nu. Ik heb uit betrouwbare bronnen van mijn mail heb ik gehoord dat ze deze kant op komen. Dat zou perfect zijn. Laten we gaan. Wacht, ik leg even het spullen weg. Heeft iemand een... Oké, dat is goed. Waar fluister je? Ze zijn er nog niet. Nee. Oh ja. Ik weet niet wat je nou doet. Sorry. Okay, let's go! Squad move! Wacht, hebben we leads? Dat is niet nodig. Hebben we zadel? Is niet nodig. Let's go! Oké. Hebben we een name tag? Ja, die is wel nodig. Die heb ik. Eigenlijk moet ook het eigendomsbewijs hebben. Die moet worden vernietigd. Rick hebben ze een eigendomsbewijs? Ja. Waar zit die? Gaan we zoeken. Dat weet ik dus niet. Kom. We gaan er alles aan doen. Ja. Godverdamme. Godverdamme, met je viezere... Ja, ik ben weg. Daag. Nee, Justino, blijf maar even hier. Doei! Oké, jongens, deze kant op. Volg mij. Deze kant op. Just out, YouTube, kom op. Squad move out! Waar is hij? Hier! Oké, wat is hem? Chris, dit is hem! Sloop het! Ja! Oh, meer! Sloop meer! Ja! Weg hier! Kom, jongens! Justin, plaats het terug! Oké! Ik kom er niet uit! Hak het!
het! Hak kom het! Hier, kom hier! Hak het! Meer de boven! De boven! Ja! Kom Rijen. Jongens! Rijden! Hij is voor jou! Hij is voor jou, Justin! Rijden! Rijden, rijden, rijden! We hebben hem! Hij is heel blij. Oh, nice! We hebben Chris teruggestolen. We hebben hem! Oké, okay, wat Justin. Een perfect moment dit. Oké, Max, nou gaan wij afleiding. Justin! Ja. Rijd naar huis! Rijd naar huis! Wij blijven hier en doen alsof we iets anders gedaan hebben, oké? Waar is huis? Die kant op! Die kant! Oké, doei! Doei! Oké, zo min. Wij doen alsof. Wat hebben we hier gedaan al die tijd? Bruggeinspectie, oké. Okay. Halt. Okay. Halt. Wij zijn poortwachters. Wij doen een bruggeinspectie. Bruggeinspectie. Hallo. Goedendag meneer. Kunt u even wachten hier? Kunt u voordat u even doorrijdt? Ja. Even geduld hebben. Kunt u even. Wij zijn poortwachters. Poortwachters. Juist. Oké. Okay. Hij is gestolen. Hij is gestolen. Vluchten, Robin. Vluchten. Robin, nee. Robin. Nee, Bram zit in de achtervolging. Bram is achter Justin aangegaan. Robin! Ja! Bram is achter Justin. Ze gaan achter Justin aan. Ja, oké. Hoe moeten we dit nou doen? Via de nether portal naar, weet ik van waar. Ik heb geen idee. Help! Oh, dan had ik dus niet van die brug af moeten springen. Ja, ik ook niet. Oh, maar Rick zit achter ons aan. We kunnen Rick tegenhouden. We gaan Rick vermoorden. Of... Oh, we gaan Rick gewoon gijzelen. Ja. Wacht, we gaan Fortin nemen. We nemen eerst Fortin. Kom, spring eroverheen, nu het nog kan. Snel. Goed zo. Oké, goed zo, ja. Goed zo. Oh, die zit ook achter Bram aan. Nee, hij is weggerend. We hebben onszelf hier opgeslagen. Wij nemen het fort in. Wacht. We nemen de rest. We hebben de andere ezels gegijzeld. Laat Justin met rust en er gebeurt niks met ze. Zijn er gebeurd met een D? Ja. Aanvalsplan B. Oh. Oké, wacht. Kom. De ezels moeten vrij. Ja. Wees vrij. Hebben we weed of zo? Waarmee lok je dit in? De weed toch? I don't know. Oh, Marcus. Wat? Oh, hoe kom je eraan? Oh, hij liep mijn god. Gewoon vrij. Kijk, er staat nog een gouden. Er is meer. Het is rijden. Wat hebben ze dit dom gemaakt, zeg? Hoe kom je hieruit? Oh, Chris is dood! Nee! Is Chris dood? Oh. Nee! Wat is dit toch slecht gemaakt? Hoe kom je hieruit? Oh, Just dood! Is maar, dood! Chris, maar Chris ook, wacht. Ja! We gaan er een aanvalsplan. Wij zijn poortwachters! Oh. Jij komt niet terug in je eigen fort. Het fort is overgenomen. Je hebt Chris vermoord. Deze daad zal niet begeven worden. Dan moeten we het maar op één manier oplossen. Nee, ik heb 21 levels. Nee. Ah. Oh, nee! Hij verdrinkt! Hij zal verdrinken! Oh nee, ik heb te veel levels om dood te gaan. Nee! Ze hebben het fort overgenomen. Weet je wat? Dan vluchten we. Dit is nog niet voorbij, jongens. Zo, voor wat hoort wat. Rick is dood. Gratis kom XP! Mee, ja! Ik heb hem! Ja! Ik heb hem! Oh, wacht, stop nee, in. Kom hier! Kom maar. Oh, wacht even. Ja! Hoe was het? Ja, wel goed. Wacht even hoor, nu kunnen we Bram aan. Nu is het zover. Marcus? Ja. Kijk uit voor Bram. Nee, maar Bram gaan we niet vermoorden. Ik word overleggen. Hier dat armor. We hebben Rick gegijzeld. Je hebt Rick gegijzeld? Ja, we hebben Rick gegijzeld. Slash me, houd vast. Nee. Wacht, ik kan wel. Wacht even. Slash me, houd vast. Rick gegijzeld. Slash me, gooi het lasso. Slash me, je bent fucker. Slash me, je bent een bebé. Slash me, hou best op kill. Bram. Slash me, doe deur op slot. Blijf thuis. Slash me, deur op slot. Slash me, doe deur snel op. Jullie zijn geen partij voor mij. We hebben Rick hier. Bram. We willen drie paarden en we willen een vlijende vluchtroute. En looten. En wat? Wat zei je zin? En een nieuwe ezel, dan krijg je Rick terug. Ik wil maar 38 levels. En dat dat kunnen we niet compenseren. Het is het een of het ander, meneer Brammiebom. Rick, deur op slot. Slash me, bind Rick vast in deze stoel. Slash me, doe bind armen stoel. Achter rug. Slash me, doe de kerstmuts over de ogen. Oké, ik ga voor de onderhandelingen naar buiten. We hebben Rick gegijzeld. We willen dat jij nu drie paarden hierheen brengt. En dat zou vergoeding zijn. Drie paarden plus één ezel is vergoeding. Ja, maar dat kan niet. Ik kan drie paarden! Één ezel is vergoeding! Ridder! Dit is het een of het ander. Rick! Het is dat of Rick! Het is dat of Rick! Rick, kun je maar horen? Hij heeft duct tape op zijn mond. Ik wil praten met de gegijzelde. Nee, Nee. Dat zijn mijn eisen. Dit zijn mijn eisen. Verdomme, jij kan helemaal niet praten. Weet je? Wacht even, ik creëer even een Bramsmogemmer. Je zet kruisboog tegen kop aan. Kom maar. En nou is stil. Hier, dit is je McDrive. Wacht even een seconde hoor. Ga maar even naar dit raam hier. Goeiedag, welkom Rick. Bij Rick Drive. Kan ik u uw bestelling opnemen? Ik zou graag willen praten met Rick Force. Stuur hem maar door naar het volgende raam. Oké, dan kunt u even doorgaan naar het volgende raam. Goeiedag meneer, kan ik u helpen? Ja, ik zou graag even willen praten met Rick. Die is afwezig.
Rick, hij staat hier naast ons. Momenteel niet. Nee, u mag heel even naar de voordeur, dan kunt u zich daar aan. Naar het volgende raam. Oké, okay, ja. Dank u. Een nieuwe afspraak maken. Oh. Excuses, toch het volgende raam. Mag even omlopen. Ja, dat is goed. Hallo. Nee, het volgende. Nee, ook niet. Volgende. Goeiedag, welkom bij... Goedemiddag. Brom Donald. Ik zou graag Rick willen spreken. Hij zit hier, maar hij heeft duct tape, dus je kan alleen tegen hem praten. Kan je alsjeblieft even dat duct tape... Nee, jij mag tegen hem praten. Nee. Oké, okay, Rick. Je kan nu, ik zal je alleen ja of nee vragen stellen. Je moet antwoorden door te knikken. Mm-hmm. Ben jij meer waard dan 3 paarden? Mm. Ja, jawel! Ja, jawel! Ja, jawel! Ja, ja. Dat is ze zeker. Luister goed. Ik ben in staat om ze alle 3 te killen. Nee! Uitstekend. Jongens, dit wordt het gevecht van ons leven. Nee, we gaan niet rennen. We gaan niet rennen. Een plof! Kom, gaan met die. Leg een Rick om. Okay. Nee, nee, nee. Ik wil dat jullie hier blijven, mannen. Wat dan? Ik breng het eerste paard. Oké, okay, 1 paard. Breng een ezel. Ik ga het goede wil, ga ik hier buiten staan. En je blijft... En ik blijf precies staan. Dezelfde mensen blijven daar. Ja, ja, prima. Dat komt goed. Waar komt het? Nee, dit komt goed. Hou jij de paard. Hey! Oké, jongens. Niet Rick doodmaken. Bram pakt de paard. Bram is zijn paard pakken. Sesmie, trek harder. Trek een touw. Hoppa. Sesmie, kom mee. Hey, weet je wat het idee was van deze server? Hey? Een goede roleplay. Een roleplay. Hem op het altaar. Hier. Of nee, in de toren. Ja, bovenop hier. Als boven. Oké, dan ga jij op het deurtje hier. En dan ga je springen. Nee. Ja. Nog een keer. Oké. Zo, en dan slash me bind vast. Je kan niet van de dirt af. Oké. 1 ezel plus 1 paard, en dat is goed. Zij krijgt de ezel, ik wil het paard. Rick. Onderhandel met ze, niet doen. Rick, oké, okay, ik wil een onderhandeling. Dan staan wapens op u gericht. Bij elke verdachte beweging wordt er geschoten. Zeg ik wil maar. Een onderhandeling. Ik wil een onderhandeling. Okay. Ik wil dat er eerst uit die fucking ketel gaat, want je bent geen Afrikaanse oegaboega man. Nou, we zullen het vuur uitzetten dan. Oké, okay, het vuur staat uit, maar blijft in de ketel. Waarom? Hij is geen soepmateriaal. Echt wel? Ik ben hij is niet één. Blijf er stilstaan! Hij is hard tegen ja, ik wil op dit kerkje komen. Nee. Kijk nou, dit is een verdachte beweging. Er wordt geschoten zo meteen. Kijk maar uit. Ja. Maar, en ik neem die ezel onder schot. Ja, oké. Jouw ezel. 1 ezel en 1 paard en dan is de vergoeding correct. Rick, staat jouw aanbod nog? 1 paard, kom op Rick. Rick. Gemeen paard. Gemeen paard en ezel. Jullie hebben genoeg. Ja. En een schadevergoeding voor de dood. Stel wel aanvals. Telt aanvalsplan B nog? Nee. Ik weet het plan niet, dus vast wel. Jullie weten dat jullie geen schijn van kans maken tegen mij. Dat weten jullie. Jongens, ik heb misschien een goed aanbod. Nou? 1 paard, 1 ezel. Ander aanbod is er niet. 1 ezel en een nette begrafenis voor Chris. Nee. Nee, een paard. Een paard is... Oh, ik weet het niet. Ik heb een paard. Laat eerst in eens even praten. Het was zijn ezel. Ja, oké, dat klopt. Schadevergoeding. Nee, die krijg je niet. Daar mag je niet stikken. Nou, ik wil een schadevergoeding voor mijn 38 levels. Ja, maar dat moet je bij Bram wezen. Waarom heb je mij? Je moet Bram hebben. Dan moet je niet zo zwak zijn. Hoezo dat je nou mee? Hallo. Oh ja, sorry. Oké. Okay. Dus 1 paard en dat ezel die daar aan het weglopen is, die willen we ook. Ja, wel een paard en ezel, meen niet. Dan is het goed. Hallo. Hey, wat zou Bram, er plan hey. B. Bram, plan is B. Is het tijd voor plan B? Het is tijd voor plan B. Ik denk dat het tijd is voor plan B. Ren met de ezel! Ren er op in! Ren er, goed zo! Oké, Justin. Dan gaan we 21 levels. Maar de plan B is ingezet. Dan gaat Rick ook dood. Plan B is ingezet. Hou je schrap, Justin! Oké, nu rennen. En nu rennen. We hebben de ezel. We gaan er vandoor. Pak Justin maar! Oh, Bram komt voor mij. Koning Bram. Met zijn netherite. Fully enchanted. Rennen, Justin! Of Robin! Ah! Stel me zo, je Max. Je maakt daadwerkelijk geen schijn van kans. Ik heb strength en jij hebt niks. Ik heb gold armor en jij hebt niks, Max. Oh. Nee! Ik wist het! De tandenstoker? Nee! Wat heeft hij? Sharpness IV. We hebben de ezel, jongens. Het was het waard. Gelukkig hebben wij elkaar nog, Dickie Dick. Gelukkig hebben wij elkaar nog. Ja! Hebben we de ezel? Ja! Ja! Hebben we hem! Hey, oké, nu een veilige plek. Wacht, kom. Ik heb een idee. Dit is het geheime ezel. Pas je iedereen? Nee. Oké, nu snel. Iedereen. Kijk, kom. En terug. Snel. Je hebt andere blokken opgepakt. Die moeten erin. Ja. Oké, we zijn nooit geweest. Ezel is je niet. Ze komen volgens mij niet meer. Jij moet je spullen terugkrijgen. Ja, dat klopt. Wacht, ik ga ze even terugvragen. Goeiedag. Ik kom hier voor wat spullen, levels en verder de zits. Dus. Je spullen zijn op de plek waar je bent gestorven. Maar dat meen je trouwens. Ja, die zitten als. Heb je dat daar gedropt? In dat kistje liggen. Hey jongens, lang niet gezien. Hey jongens. Ja, goed met jou?
Ja, prima. Kijk, ja! Wat gebeurt. Ja! Nee! Hij rent niet! Oké, ik geef op, dit was een mislukte actie. Max. Ik breng hem al naar boven. Je brengt helemaal niks naar boven. Jawel, ik breng hem naar boven. Bij mijn geweest! Dat red ik toch niet. Max, blijft ons een paard af. Max, ik zweer het, ik red het toch niet! Hier, wacht nou. Hij moet toch naar boven? Ik weet niet weg. Dit is niet weg. Rennen, ga er vanaf. Dit is niet rennen! Dit is niet rennen! Dit is rennen! Ja! Ik heb een paard! Ja, ik zie mijn kasteel alweer. Kijk, daar is het in de verte. Oh, wat top dit. Laten we dit paard op dezelfde plek opslaan als waar we de ezel hebben opgeslagen. Hier, hoppakee. En dan dumpen we hem zelfs een beetje hierachter, waardoor het niet echt opvalt. Ja! Ja! We hebben hem! Oké, snel, kom. Niks gebeurd. Oké, ga jij eerst kijken of het veilig is. Ja, is goed. Als het veilig is, dan zeg ik beukennootje. Beukennootje, prima. Chat. En wat is niet veilig? Apennootje. Apennootje. Beukennootje, dat was veilig. Beukennootje betekende veilig. Ik ben onschuldig. Rennen! Ja! Ja! Rennen! Ja! Pak hem! Pak hem! Ik ga alleen mijn spullen ophalen, wie niet? Hebben jullie hem? Oh, nee! Ik heb alleen mijn spullen nodig. Maar is Americo, weet ik hoe dat paard heet, vrij? Ja, die heb ik. Die is bij mij. Dus we hebben twee waardevolle spullen. Ja, we hebben een ezel en een paard. De afspraak is zijn ze nagekomen. Max, Bram wou weer een nieuw plan maken. Echt? Wat was zijn plan? Dat weet ik niet. Kijk, ik ben hier, ben ik dood gegaan. Oh, man! Heeft hij serieus mijn spullen laten liggen, want dan zijn ze nu gedespand. Fucking aap. En waarom was je hier precies dood gegaan? Ja, ergens, maar boeien. Het was toch niet zo heel bijzonder? Volgens mij was het niet heel bijzonder. Kijk, ik ga een stealth missie doen. Ik ga via de andere ingang naar binnen. Ik ga mijn spullen terughalen. Ja! Ja! Nog een paard! We hebben hem, jongens! We hebben hem! Oh, we hebben een sneak attack gedaan en we hebben een tweede paard teruggeclaimd. Oké, deze gaan we even dumpen bij René. En dan ga ik zeggen of ze de tijdelijk onderdak daar kan tonen voor Americo. Of bij Maurits. Kan ook. Hallo! Is hier iemand? Oh, maar deze. Wat is dit? Oeh, is dit Maurits' base? Oké, we dumpen hem tijdelijk even bij de koeien. Hier, even tijdelijk bij de koeien. Daar valt het niet op. Zo, samen met de armor en met de zadel, dumpen we hem even daar. Geweld is nooit de oplossing, jongens. Je kan zien, we zijn er met geweld ingegaan. Hoe eindig ik? Met al mijn tools weg, al mijn levels weg, al mijn armor weg. En met een oorlog. Ik denk dat we officieel oorlog hebben met Kingdom Forden. Dus ik moet even een vergaderruimte maken. Maar aangezien ik nog geen kasteel heb, is dat moeilijk. Dus misschien moet ik dat in die verdieping daar doen. Of daaronder kan ook een vergaderruimte, maar dan wordt die klein. Maar laat ik gewoon even mijn pad eerst afmaken waar ik origineel mee bezig was. Hey! Hey, koning Brom van het slechte verleden. Jij hebt mijn spullen. Ik heb niet jouw spullen. Vermoord. Verbrijzeld. Vernietigd. Vernietigd. Dat is meer dan een paard. Dat is trouwens niet waar, een paard is een leven. Je hebt een Americo afgenomen. Nee, maar, Horse armor afgenomen. Americo is... Rick kan het beamen. Die is gestorven in de poederde sneeuw. Ik heb alleen mezelf kunnen redden. Nog net aan. Die Americo was meer waard dan jij. Dat is ook wel waar. Voor straf zullen wij... Wacht, ik heb een vergaderplek, jongens. Volg mee. Ik dacht, dan moet ik dat pad weer al door. Welkom. Oké, jongens. Hey. Goedemiddag. Nou, goeiedag, welkom bij het... Maandag, zondag 19 december 2007. Welkom. Wij hebben een oorlog gevoerd. Er zijn paarden gesneuveld. Er zijn spullen gesneuveld. Er zijn levels verdwenen. Er is eer kapot gemaakt. Chris, wat, hè? Ja. Chris is gesneuveld. Het ergste van allemaal. Het ergste. De rest boeit niet. Vooral de 38 levels boeit ja, niet. Zeker wel. Die juist. Is kwijt. Iedereen trouwens één cookie voor dit gesprek. Beste Justin, als jij niks had gedaan... Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Jullie het spijtig vinden dat Chris dood is, maar dat hebben jullie zelf gedaan. Ja. Jullie hebben hem meegenomen in eerste instantie. Ja, maar dan hoeven jullie hem niet dood te maken. Dat dus dat is jullie fout. Waarom, als je hem nooit had meegenomen, dan was er niks gebeurd. Spoedoverleg voorbij! Nee, niks. Zwakkelingen die vluchten. Enkel zwakkelingen die vluchten. Echte mannen die gaan discussiëren en praten als mannen om het kampvuur. Zijn jullie geen echte mannen? Gaan alleen zitten. Als er marshmallows zijn. Koekjes. Ik heb magma. Ik heb magma cream. Wat de fuck is dat? Nee. Hey. Hij vlucht, hij is zwak. Vlucht, wat een zwakkeling. Doei, succes met goed overleg.
Ging helemaal nergens over. Alright, ik heb de poort maar dicht gedaan, maar ze kunnen natuurlijk als ze willen uiteindelijk nog steeds omheen. Dus ik denk dat het ook tijd is om het laatste stukje muur te maken. Dan wacht ik nog maar heel even met de paardenstalling. Wellicht het wel mooi. Puur zodat ik elke keer echt die poort dicht kan doen en dan ben ik daadwerkelijk veilig voor iedereen. Dat ze niet telkens maar naar binnen kunnen bonjouren. Ga ik gewoon een goede roleplay regel instellen. Je mag niet elkaars poort slopen. Het gaat zo lekker knus voelen, hè. Als dit hele gedeelte hier ook gewoon veilig is afgesloten, dat ik echt een beetje in mijn fort zit en dat niemand me hier iets meer kan doen. En dan hou ik gewoon die deuren echt even tijdelijk dicht. Tenzij ik zelf wegga, hou ik ze dicht. En als ik dan hier ook zo mooi het midden zie, kan ik wederom precies dit weghalen. En dan de muur die ik maak, dat ik er zo overheen kan lopen en dan daar de toren in kan vanaf een bepaalde hoogte. Hoe leuk is dat? Ik denk ook dat mijn muur daar hoger moet gaan zijn dan hier, want als ik dat hier doe, komt die vrijwel tot de grond. Dus dat is een beetje gek. Laten we in ieder geval een leuk beginnetje maken. De outline is gewoon weer lekker gemaakt, zoals precies met alle andere dingen ook hier gedaan is. Het is een pad dat zo loopt, hoppakee, en dan daarheen heb ik nog best wel wat ruimte om hier ook wat dingen te doen. En ik dacht, wat nou als ik een soort tweede ingang maak, en dat is hier. Die maak ik dan iets kleiner, die eigenlijk altijd dicht zit. En dat zie ik dan meer als sier in of uitgang, weet je. Dan doe ik gewoon een soort poort die eigenlijk gewoon op slot zit, dicht. Wordt nooit echt doorheen gelopen, maar hij is er voor de sier. Maar laat ik voor nu ook weer even 1, 2, 3, 4, 5 stacks meenemen van hout naar het winkeleiland, om even te kijken of ik daar nieuwe profits kan maken. En wie weet is er alweer van alles verkocht. Ik moet ook echt namelijk diamond armor maken en ook een beetje gaan enchanten. Maar het ding is, ik verlies elke keer mijn levels en mijn spullen, waardoor ik weer diamonds kwijt ben. Dus ik moet eigenlijk gewoon even een goede mindsessie houden. Echt een goede lange mindsessie. En ik heb geen profits gemaakt. Dit vind ik nou enorm jammer. 1, 2, 3. Nou, het is in ieder geval goed bijgevuld voor de mensen die mogelijk dingen willen kopen. Er zit echt heel veel in. Volgens mij komt René eraan. Ga ik er even laten schrikken. Vind ik wel leuk. Bah! Ik schrik me heen. Hoor je me ook? Of... Hey, ik krijg diamonds. Hoezo krijg ik 2 diamonds? Oh, ze gaat... Ah, ze zit niet in de voice chat. Maar René die gaat gelijk wat Oaklocks bij me kopen. Of wat Dark Oaklocks. Dus ik kreeg gelijk 2 diamonds. Helemaal top. Dan hebben wij, moet ik nu even goed kijken, 6 diamonds. En dat is zo weinig. En ik heb ook maar weer 4 ijzer. Kan ik natuurlijk helemaal niks mee. Dus zijn jullie de vraag, jongens. Moet ik in mijn video's minen? Of moet ik een keer live gaan om lekker te minen? Of zeggen jullie maar, weet je wat? Ga maar een keer, voordat je je video begint met opnemen, een keer een goede mindsessie houden. Kan ik even kijken wat jullie leuk vinden. Voor nu ga ik helaas deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Iets minder progressie dan normaal. Maar er zat wel heel veel lol in en een beetje oorlog. Vond je het nou leuk? Abonneer dan zeker even. Like ook even. En dan spreek ik je later. Glaasje water. Tel tot 4. Flesje bier. Yeah!